toen was ik heel even in slaap. Nou, toen ben ik gelijk weer in coma geraakt. Een klein beetje weer goed kunnen zetten. Ik heb slapen, tv gekeken en iets. Dus als ik dan denk, vertel ik tot morgen. Het is vrijdag. En ik ga naar oma, omdat mama moet naar de fysio. Ja, ik ga naar de fysio. Ja, je mag. En ik had me bijna verslapen, maar vannacht echt om 5 uur sliep ik nog niet. Ik kon geen houding vinden, echt. Het was weer één drama. De pijn is overigens daardoor niet verergerd. En ik had een wekker gezet waardoor mama wakker was geworden. Ja, toen was ik heel even in slaap. Nou, toen ben ik gelijk weer in coma geraakt. Dus, ik heb echt heel snel maar aan de start, snel gewassen, aangekleed. En gelijk naar de auto. Heb je niet gemake-upt? Nee, ik heb niet, maar ik heb al een paar dagen geen make-up. Waarom doe je dat niet? Nou, nu had ik er sowieso geen tijd voor. Maar ik ben toch de deur niet uitgegaan, omdat het even niet zo lekker ging allemaal. Dus gelukkig gaat het autorijden zelf wel gewoon goed. Ja, dan ligt de steun. En ik heb een Nintendo en een tekening voor mijn oma meegenomen. Ja, maar het ligt eraan waar je in je rug last hebt. En ik heb een schets gemaakt. Je hoort me niet, hè? Ja. Dus ik ga Sarah nu snel afzetten. Mijn moeder woont gelukkig in de buurt van de fysio. Dus ik ga er nu precies mooi op tijd zijn. Je mag er toch niet te vroeg komen nu, dus. Ah, zo fijn. Ik ben er echt nog niet, maar het heeft wel echt enorm al geholpen. Want het wordt natuurlijk heel stijf. En dat is er echt heel erg uit. En hij heeft een klein beetje weer goed kunnen zetten. Dus helemaal top. En nu ga ik lekker naar mijn kleine meisje toe. Ik ben weer thuis. Ik ging Sarah ophalen. En ik denk, ik doe nog even een theetje. Dat werden er 2. Toen wilden we naar huis gaan en Sarah die wilde heel graag daar blijven. Maar ze moet natuurlijk wel gewoon de schoolwerk doen. Dus nu hebben we de afspraak gemaakt dat ze wel mag blijven, maar wel de school moet doen. Dus mijn broertje die doet nu vandaag school spelen met haar. En dan doen ze elke keer een stuk wat ze moet, bijvoorbeeld alles van taal of alles van rekenen. En ze heeft ook schoolgym, ze zijn nu aan het basketballen samen. En dan doen ze dat een half uurtje en dan gaat ze Natal nu dadelijk rekenen bijvoorbeeld doen. En dan heeft ze toch schoolgym en buitenspelen en school. En even niet voor haar een vervelende moeder die niks kan. Dus dat is wel prettig. Ik moet zeggen dat de pijn nu wel iets minder is. Daar heeft de fysio wel mee geholpen. Hij kon het helaas alleen niet loskraken, want dat zou te veel pijn doen. Maar het voelt wel iets beter. Ik ben alleen echt zo verschrikkelijk moe. Omdat ik slaap 's nachts dan gewoon niet. Op de bank val ik dan ook af en toe wel in slaap. Maar zodra mijn houding niet goed meer is, word ik wakker. En hier kan ik met kussentjes allemaal rare stapjes bouwen dat ik goed lig. En dat lukt in bed niet. Dus echt, ik sliep om 5 uur nog niet. Ik weet niet of ik dat al verteld had. Ja, en dan moet je om 8 uur eruit. Nou, dat werd 9:15 wakker schrikken. Maar goed, dan heb ik nog iets geslapen. Dus ik drink nu even mijn thee. Die is nu nog iets te heet. Ja. En daarna ga ik gewoon mijn ogen even dicht doen. Ik heb net wel, want ik was al even thuis, heb nog even gezeten. Ik heb een was erin gedaan. Dat vind ik heel wat. Want echt, ik moet nog zoveel wasjes draaien nu. Echt bizar hoe snel dat gaat als je er een paar dagen uit ligt. Met een gezin. Echt niet normaal hoeveel was er ligt. Dus ik ga me vandaag gewoon focussen op een was draaien en de was die er nog ligt wegstrijken. En dat ga ik dan maar in etappes doen en verder rusten en slapen. En het is frustrerend, wat mijn hoofd wil. Ik wil heel graag, maar mijn lichaam zegt nee. Dus ik hoop echt dat ik hier snel mag uit ben, want ik vind het verschrikkelijk. Ik ben geen stilzitter en dat zal ik ook nooit worden. En nu lekker lunchje met een stukje met knapperbolletjes. Ik hou van die dingen. Genoeg.
Ik heb echt heel de middag geslapen, tv gekeken, geslapen, tv gekeken en zo aan. Toen hebben we gegeten en nu is ze aan het bed. Morgen ligt in bad. Ik moet echt even gaan editen, want ik lig echt achter. Volgens mij staat er echt vanmorgen alleen nog een vlog online. Dus ja. Ik ben een stukje gekomen en toen ben ik film nog gaan kijken. Oh, en nu ga ik naar bed. Ik heb de film trouwens niet afgekeken, maar ik ben vergeten hoe die heet. Dus als ik kan, denk ik vertel ik tot morgen. Oh, ben moe. Dus lekker onder de dekens kruipen boven en gaan slapen. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Ik hoop dat de vlogs toch nog enigszins leuk zijn. Ja, en anders binnenkort snel weer. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik even op abonneren hieronder. Dan zie ik je vanmorgen weer. Doei doei!